Hoi! Hoi! Vandaag hebben we voor jullie de Too Much Information Tag. Ja. En we gaan er snel doorheen, want het zijn al 50 vragen. Dat keer 2. En onze spraakwaterval is een hele lange video, dus bijvoorbeeld. Pak er wat bij. Eerste vraag, wat draag je? Nou, heel simpel, je ziet het nu hier in beeld. Twee, ben je wel eens verliefd geweest? Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Meerdere keren zelfs. Ja, ik ook wel meerdere keren. Een keer of 3, ongeveer. Nou, echt verliefd. Ja. Heb je al eens een vervelende break-up gehad? Ja, ik heb wel eens een vervelende break-up gehad dat iemand zelfs een fles water naar mijn hoofd gooide en ik moest bukken. En dat ik echt dacht, oh. Ja, ik heb ook een hele vervelende gehad die hiervoor duurde. Het was echt vreselijk. Zo erg dat toen ik het voor de laatste keer uitmaakte, hij om 3 uur 's nachts aanbelde bij mijn deur met rozen en huilend. Oh ja? Ja, dat was echt vreselijk. Oh, 3 uur 's nachts. Ja. Hoe lang ben je? 1,60. 1,64. Hoe kort ben je dus eigenlijk? Hoeveel weeg je? Ik weeg volgens mij, ik heb niet echt meer een weegschaal, maar de laatste keer was 63,64. En ik sportte wel bij, dus waarschijnlijk zijn het ook, hoop ik dan, hè, spieren. Ik ben opgevoed met de visie van een moeder die zegt dat je geen weegschaal nodig hebt. Dus ik heb wel geteld in mijn leven 3 keer op een weegschaal gestaan. En de laatste keer was echt jaren geleden. Ik gok dat ik rond 55 ben. Ja. Zoiets denk ik ook wel inderdaad. Even kijken hoor. Heb je tattoos? Ja, Willemijn heeft er een. Die gaan we nu laten zien. Onder je BH-bandje. Ja, ja, onder mijn BH-band op een rib. Op mijn ribben. En het is een pijl met een hartje erin. En als je er meer over wil weten, dan staat er een artikel op Leven Blijven Kort. Dus kun je die opzoeken. Heb je piercings? Nee. Nee, ik wilde vroeger altijd een navelpiercing, maar nooit gedaan. Gelukkig niet. Ik vind die ding zo eng. Ja, dat is wel waar, ja. One true pairing. Wat is onze one true pairing? Nou, wat dat is eigenlijk je ideale koppel. Van wat je mag jezelf bedenken. Of zeg maar in levende lijven of in een film. Ja. Nou, in levende lijven zal ik zeggen dat voor mij het perfecte koppel altijd was. Mijn zus en mijn zwager, Renate en Jeroen, die waren vroeger al heel verliefd op elkaar. Die zijn hun eigen wegen gegaan en die zijn eigenlijk nu sinds volgens mij een jaar of 2, 3 zelfs bijna, weer getrouwd. En ik was altijd heel jaloers op hoe verliefd zij wel niet op elkaar waren. Toen Martine me die verhalen vertelde, jongen, ik zwijmelde er echt bij weg. Het was gewoon net een soapserie, het was nou, zo leuk. Dat was het echt inderdaad, maar ik vind het gewoon echt een leuk koppel. En die van mij zijn mijn opa en oma. Mijn oma is al jaren dood, maar ze waren altijd zo ontzettend lief voor elkaar. En mijn vader, mijn opa, die staat nu nog iedere dag op met mijn oma en zijn gedachten. En die zet dan, ja, het hele huis is nog zo hoe zij het gedaan heeft. En er hangt een foto van haar in de auto op de zonneklep, dat hij je altijd kan zien. Het jasje van haar hangt over de stoel in. Ja, het is bijna eng, maar het is wel heel schattig. Ze is nog net niet opgezet in de kamer. Nee, zeg maar. Kijk, wat is je favoriete fictieve tv-koppel? Ja, ik vind van de serie Awkward, serie Awkward van MTV, Jenna en Mattie McKibben. Oh, die vind ik zo leuk. En die van mij is Chuck en Blair van Gossip Girl. Die vind ik zo, ik vind het zo'n leuke relatie. Of tenminste, ja. Ja, relatie. wat is je favoriete serie? Breaking Bad met Heisenberg. Say my name. En die van mij is Gossip Girl. Omdat ik hem voor het laatst heb gekeken. Ja, maar dat is Breaking Bad al uit bij mij. wat is je favoriete band? Dat vind ik wel moeilijk. Er zijn heel veel muziekdingen. Ja. Er zijn heel veel dingen met favoriet, maar ik vind dat heel lastig. Dus ik vind Fall Out Boy wel heel erg leuk. Maar ik vind live, bijvoorbeeld met Dolphins Cry, ook heel erg leuk. Ja, eentje, een band die ik wel al heel erg lang leuk vind, gewoon al jaren, is Coldplay. Dus dan zou ik die zeggen. Ja, Coldplay is ook leuk. Wat mis je? Nou, ik mis een beetje de rustige periodes die we hadden als student zijnde. Ja, en ik ook. Je denkt steeds maar van, oh, als ik dan werk heb ik minder druk. Maar eerlijk gezegd hebben we het nu gewoon drukker dan ooit tevoren gewoon. En soms mis ik gewoon lekker die tijden als in jaar 1 van mijn studententijd. Dat ik gewoon 15 uur per week les had. Wat niet eens 15 uur was, maar misschien 5 of 6. Ja. En dat had ik gewoon echt dagen uit mijn neus te vreten. Dat ik gewoon weekenden niks deed. Ik deed gewoon weekenden niks. Niet eens schoonmaken. Niet eens mijn pyjama uittrekken. Ja, dat mis ik wel trouwens gewoon en lekker nog thuis wonen. Weet je, niet zoveel aan het huishouden hoefde te doen. Ja. Dat is echt Of aan een kleine kamer. Ja. Dat is zo klaar. Ja, dat mis ik. Wat is je favoriete liedje? Oh, deze vind ik eigenlijk echt te moeilijk. Nee, ik kan er niet zo heel goed op komen. Ik weet het ook niet zo goed. Ik heb niet één favoriet nummer. Nee, ik heb ook niet echt één favoriet nummer. Nee. Volgende vraag. Hoe oud ben je? 25. 23. Wat is je sterrenbeeld? Steenbok. Stier. En het schijnt dat steenbokken en stieren, volgens de astrologie, de beste vriendschappen hebben. Yes! Kwaliteit of eigenschap die je zoekt in een partner?
Ik vind interesse tonen in elkaar altijd heel erg belangrijk. Maar ook dat hij wel eens een complimentje geeft. Gewoon voor je ego. No. En ik vind openheid heel belangrijk. Dat je open bent naar elkaar. Ja, en te vertrouwen. Ja. Je moet iemand echt kunnen vertrouwen. Ja. Wat is je favoriete quote? Vind ik ook een hele moeilijke. Maar we hebben er twee bedacht allebei. Die we heel vaak tegen elkaar zeggen in het dagelijks leven. Oh, en ik weet er ook nog één voor straks. Oké. Okay. Ja. De eerste is... Just fix it! En dat betekent, dat zeggen we tegen elkaar als we gewoon het heel druk hebben. En dan zeggen we eerst just fix it. En dat is een quote die van onze basis, die heeft hij ooit gezegd. En die gebruiken we nu heel vaak van just fix it! Ja, inderdaad, van just do it, just fix it. En dat zeggen we een beetje expres of zo. Zet hem op, ga door, doe het en gewoon. En wat voor quote hadden we nou nog meer? En die andere was keep it together, man! Ja, van dat is weer zeg maar als het allemaal een beetje in elkaar dreigt te vallen. En we het veel te druk hebben. Dan heb je van Monsters Incorporated van Disney. Dan heb je, hè, dat monster komt dan uit een kamer waggelen en dan zegt hij keep it together man, want dat monster dat moet dan huilen of zo. Nou ja, heel zo. En er is ook nog een mooie van Yves Saint Laurent, die zegt the best makeup of a woman is passion. Zoiets. Dit is ook but, mooi. But cosmetics are easier to buy, zegt hij dan. Nou, dat vind ik wel heel grappig en dat vind ik wel een hele leuke. Dat is ook een leuke. Leuke quote. Ja. Nou, favoriete acteur. Ja, ik weet even niet hoe die heet, maar die lekkert uit de Hangover met zijn blonde haar. Oh, Katie. Oh, weet je nou. Bradley Cooper? Oh, zou dat wel kunnen, dat hij zo heet? Je wilde niet Owen Wilson, toch? Nee, alsjeblieft niet. Nee, jongens, nee, joh. Brad Pitt alleen is het al om naar te kijken. Ja? Oh, ik vond vroeger nooit iets aan Brad Pitt, maar de laatste jaren, jongens, ben ik toch een Brad Pitt crush gaan ontwikkelen. Het komt omdat Jun altijd kijkt naar films met Brad Pitt erin. Ik vind trouwens van het Nederlands mode vind ik Barry Atsma ook wel leuk. Maar die lui van de Hangover, die gast en Barry Atsma hebben iets van elkaar weg. Ja, ik hou en Carice van Houten. Ja, maar dat is actrice, hè? Dit is acteur. Nou en? Oké. Okay. Wat is je favoriete kleur? Koraal en vroeger mintgroen. Roze moet ik dan zeggen, omdat koraal bezet is. Nee joh, dat maakt het niet uit. Harde muziek of zachte muziek? Harde muziek! Zachte muziek! Waar ga je naartoe als je verdrietig bent? Lang geleden dat ik echt zo verdrietig was, dat ik echt ergens naartoe wil. Maar als ik echt verdrietig ben, en dat was ik voor mijn 15e echt voor het laatst heel erg verdrietig. Dan zet ik mijn mp3 op mijn oren, dan wil ik eigenlijk alleen maar muziek horen. En dan hoef je echt niet met goede adviezen te komen. En dan loop ik vooral buiten rond. Dat klinkt heel stom, maar dan wil ik liever naar buiten. Gewoon weg. Ik ga dan altijd op de bank zitten of in bed. Ja. Ja, dat vind ik nog deprimerender. Ja, dat is het ook. Als ik dan buiten loop, heb ik nog het idee dat ik een beetje frisse lucht of zo. Even kijken. Mijn moeder ging altijd als ze verdrietig was naar een soort huis waar ze vroeger gewoond had. Ging ze daar zo beleven. Zielig. Ja, eigenlijk heel zielig, maar ik vind het ook wel grappig. Oh, wat sneu. Hoe lang douche je? Te lang. Nou, ik ben wel een snelle douche. Ik douche denk ik 10 minuutjes. Die hebben er ook niks aan. Toch? Nee, ik vind er niks aan. Mensen vinden dat al lang, hè, 10 minuten. Zijn mensen die douchen 3 of 4 minuten? Ja, maar als ik mijn haar was 10 minuten en als ik moet scheren. Dan 10 minuten en als ik echt heel kort even ga afspoelen, dan 5 minuten misschien, maar... Nou, ik ben wel 1 kwartier, 20 minuten. Echt met scheren in ieder geval. Ja. Hoe lang doe je erover om je klaar te maken in de ochtend? Hangt er vanaf van de look? Ja, soms voor mijn werk. Als ik om 9 moet beginnen, sta ik wel eens om 9:50 op. En dan ben ik binnen een kwartier ook klaar, binnen 10 minuten. Maar als het echt om LOG gaat, oh heerlijk. Gewoon een uur over doen als het moet. Ja, inderdaad. Ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ben je ooit in een fysiek gevecht geraakt? Nou, Tien, vertel op. Jij had wel een spannende. Nee hoor, ik had niet zo'n hele spannende. Lang verhaal, maar ik kan er nu niet te lang over doorgaan. Een keer met gym liep het wat uit de hand. Dat meisje, dat moest me niet helemaal. En ze had ruzie. Ik kon er niet zo heel veel aan doen. Laat ik daar maar even op houden. En ze werd een beetje nijdig. En toen gingen we dus net judoën. En ze zat op judo. En toen moest ik tegen haar. Ja, dat was wat minder, zeg maar. En toen legde ze me ook heel hard op de mat zo. En toen werd ik wel best wel boos, want dan had ik echt zoiets van, wat kan ik er nou hier aan doen? Nou, en als ik dan boos ben, dan krijg ik een soort van zwarte lap voor mijn ogen, dus dat was niet zo gezellig. Oeps. Nou, en ik over die jongen van die break-up net, die heb ik wel eens een keer een mapje gezicht gegeven. Net goed! Ja, dat is heel gemeens geflikt. Godverdorie. Wat is een turn-on? Nou, voor mij is dat wel echt een charmeur. Ik ben gewoon echt... En geen geleier, absoluut nee, geen geleier. Nee. Maar iemand die op het juiste moment, ik even niet verwacht, kan zeggen van... Wat zie jij er geweldig uit? Ja, van zoiets inderdaad. Nou, dat, sowieso hoor ik bijvoorbeeld ook wel. Die kan ook wel gewoon heel erg veel lieve dingen zeggen bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat vind ik bij mannen wel echt een turn-on. Vleiend, maar niet glijend. En volgens mij weten...
vind je een afknapper? Mensen die zichzelf heel erg tof vinden, weet je wel. Die echt heel de coole dude uithangen. Ja. Wat ik ook een afknapper vind, is stink uit je bek. Of gewoon, dat klinkt heel recht rigoureus, maar... Of gewoon niet fris, onverzorgd. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Gewoon zo'n boerenharry. En ik doe wat aan jezelf. Ik heb een hekel aan beide handen, mannen. Nou, daar kan ze allergisch van worden, nou. Wat is de reden waarom je een YouTube-kanaal bent gestart? Ja, wat is de reden, team? Nou, ik ben erheen gestart. Ik ben er allemaal heen gestart. Ja, inderdaad. Je hebt meegeluwd. Ik heb lekker meegeluwd. Nou, ik had een beauty-blog en daar moesten natuurlijk filmpjes bij. Ik bedoel, anders ben je geen beauty-blogger. Dus ja. Dat is het. Heb je angsten? Nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad. Op dit moment, nee. Nee. Niet echt. Iedereen heeft wel angsten, maar het is niet zo dat het je leven beheerst. Laat het daar maar even ophouden. Nee, niet iets wat echt direct naar voren schuift. We hebben wel natuurlijk kleine dingetjes die je in het dagelijks leven eng vindt of spannend of weet ik veel wat. Maar niet grote angsten. Nee. Nee. Gelukkig maar. Wat heb je voor het laatst aan het huilen gemaakt? Bij mij een beetje een moeilijke situatie in mijn familie. En bij jou? Ik maak geen grap. Lach er niet uit. De belasting. Echt waar, ja. Die heeft me echt letterlijk aan het huilen gemaakt. Wanneer was de laatste keer dat je zei dat je van iemand houdt? Gisteravond tegen Jorik. Vanochtend toen Jurgen naar zijn werk ging. Gezapig, hè? Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Muren van glas. En die heeft ze van mij geleend, die moet ik nog terug hebben, maar ik ben bang dat ik hem helemaal mat terug ja, krijg. Ja, ik stop erop. Nee. Nou, wacht op deel 3. Zo erg ben ik nu ook, maar niet. Hij was anders al aan het doen week toen ik hem kreeg. En voor mij was Engeleiland van Camilla Läckberg. Is die leuk? Is dat zo'n ja, je moet van thrillers houden. Ja. Ja. Wat is de laatste serie die je hebt gezien? Ik ben nu bezig met House of Orange. Ja, ik heb Breaking Bad laatst gezien, maar Drop Dead Diva heb ik volgens mij ook als een van de laatste gezien. Ja. Wat is de laatste persoon waarmee je hebt gepraat? Wat is de relatie tussen jou en die laatste persoon? Nou, niet lesbisch, hè? Maar nee, hè? Goede vrienden. Jullie weten het toch. En collega's en zakenpartners en honden-eigenaren zijn er ook. Vraagje 36. Wat is je favoriete eten? Voor mij blijft dat toch Italiaans. Voor mij de laatste tijd India's. Waar wil je nog graag naartoe? Ik wil heel graag nog een keer naar Australië en Nieuw-Zeeland. Een andere droom gaat al in vervulling, namelijk New York. Dus die ja, zit er niet New bij. York inderdaad. En dan de Malediven wil ik nog wel graag een keer naartoe. En nog een keer naar Canada. En een roadtrip door Amerika. En ik wil nog een keer terug naar Zuid-Afrika. We willen overal wel naartoe. Maar ja, het geld, hè. En de tijd. Ja, inderdaad. De laatste plaats waar je was. Groningen. Ja, hier. Groningen thuis. Dus. Groningen. Heb je een crush? Nou nee, want we zijn al heel lang bij onze vriendjes. Maar die heb ik vroeger wel gehad. Toen ik 11 was, had ik een crush op de jongen van de ijszaak. Die soft ijsjes maakte. Die had... Ja, ik heb ook nog wel een stiekem crush ergens zo zitten. Zo van een middelbare schooltijd, maar ik weet niet eens meer waar die is. Hilarisch. Nou, donker haar en blauwe oog. Oh ja, die van mij was Joods. Joods? Ja, dat was een schattige jongen. Laatste keer dat je iemand hebt gekust. Vanochtend, Jorik. Ja, inderdaad, Jure. Wat is de laatste keer dat je je beledigd voelde? Nou, dat is toevallig een gezamenlijk moment die Martine en ik hebben. En we gaven een presentatie van onze logopediek aan. Een hele belangrijke. Met heel groot publiek. En daaronder zaten ook vakgenoten die zeg maar een oude rot in het vak waren. En we werden al aangekeken... Een vakidioot. Met het gezicht van, ja, jullie twee zijn net al gestudeerd. Nou, zijn we het niet begon eigenlijk en... al meteen. We hadden nog niet eens een woord bijna eruit. En diegene begon al gelijk zo... Bam! Echt als een haai zo te happen. Gewoon heel aanvallend. En wij blijven gewoon heel vriendelijk lachen. We blijven gewoon rustig. Dus we hebben heel niks alle vragen beantwoord. Maar en serieus stelden me zulke rare vragen. Ook ze uiteindelijk wat voordoen. En toen had ze bedacht dat een bepaalde stoornis dat Willemijn dat vast niet wist. Dus had ik geen ervaring mee, want ik was niet meer een jonge logopedist. Ja, dat dacht ze. En het stomme was dat Willemijn daar stage had gelopen. En dat wist ze dus lekker niet. Dus ik wist al, haha, weet je wel, die jammer voor je, dacht ik toen nog. Dus Willemijn haalde haar finaal verbaal onderuit. En had ze niet verwacht. Maar dan kan ik, daar heb ik wel echt een scheid heen. Ja, en dat, we zijn het inmiddels gewend. Ik voelde me wel beledigd, dat we gewoon helemaal onderschat werden. Ja, dat gevoel, dat beledigde me inderdaad. En jou ook. Wat is je favoriete smaak snoepjes? Nou, de biggetjes van Katja. En ik hou heel erg van zoet-zure snoepjes, zoals zure matten en dat soort dingen. Of persikjes of kikkertjes. Oh, lekker. Welke instrumenten speel je? Niks. Keyboard. Wat is je favoriete sieraad? Ja, ik zou nu natuurlijk moeten zeggen mijn trouwring. Maar ik vind deze versie video al gezapen genoeg met al die keren dat ik de jurgen zeg. Dus ik hou ook wel heel erg van mijn Michael Kors armband en mijn Monica Vinader armbandje.
Ja, ik heb eigenlijk heel erg veel sieraden. Ja, dus bij jou is onmogelijk. Wat is de laatste sport die je hebt gedaan? Wij doen tegenwoordig battle op de sportschool, maar dat is volgens mij gewoon body combat. Dus. Hardlopen. Wat is het laatste liedje dat je hebt gezongen? Vanochtend in de auto heb ik heel schaamteloos hard, en ik kon me geen reet schelen, op Slam FM Summer Jam meegezongen. En ik heb vanochtend, bedenk ik me net, gezongen. Ik ben mezelf niet te vallen, jaren nooit geweest. Nee, maar je zong net toen ik op de wc zat, zong je nog Doe mij een toppertje. Oh ja, dat ben je er allemaal. Dat is een laatste liedje. Ja, die zong ik inderdaad. Ik hoek eraan kwam, geen idee. Nee, dat vraagt mij ook af. Wat is je favoriete openingszin? Nou, eigenlijk hebben we die niet, maar ik heb wel een openingszin en die probeer ik nu te vermijden als ik een video opneem, ja. Namelijk... Hoi, hier ben ik weer. En dan denk ik, hier ben ik weer. En de leuke is, oké, hier ben ik weer. En dan de volgende vraag. Heb je die wel eens gebruikt? Stel je voor dat je in een café zit. Hoi, hier ben ik weer. Echt zo van, ik zie het echt moeilijk. Ik word echt zo aankijkt van, was ik zo dronken dat ik me jou niet meer herinner? Oké. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gechilled? Ja, ik vind chillen trouwens echt... Ja, ik ben waarschijnlijk een oude truc, maar ik vind chillen zo stom. Ja, ik ook. Ja. Nee, afgelopen weekend? Ja, ben ik wel redelijk rustig aan gedaan. Ja, in het weekend trouwens, ja, ik vind chillen dan eigenlijk nog echt bijna niet erbij komen in het weekend. Maar toen mijn neef en nicht afgelopen keer waren. Ja. En als laatste de vraag, aan wie geven wij de tag door? Aan iedereen bij deze, het team. Ja, iedereen die maar wil doen. Dus ook jou. Dus jou. Beantwoord hem in de comments, de lijst staat hieronder. Juist. Bedankt voor het kijken naar de Too Much Information tag. En tot de volgende keer. Doei! Doei!